Voor de duidelijkheid, er staat een krijtstreep op het plein en daar moet je achter blijven. Die staat er niet voor niets. Anders hebben wij namelijk een probleem met onze uitzending. Dat betekent dat dit een meter naar achter moet. Bij die manier. Want er staan zoveel mensen dat we een beetje moeten opschieten met de telling. En anders hebben we straks een probleem. Het team, zijn jullie er klaar voor, Willy? Ja, kijk. Hoeveel mensen hebben we? 2, 4, 6. Willy? Die heeft ervoor gezorgd dat we hier een fantastische dag gaan organiseren. Het team mag eventjes voor het zwarte scherm gaan staan, anders kunnen we niet de mensen zien die erachter zitten. En ik ga mijn collega erbij halen. Geef haar een groot applaus, Judith Leusink. En Judith zoekt het altijd iets hoger op. Judith gaat het publiek tellen en het wordt een hele opgave hier. Ten eerste omdat het een klein pleintje is en iedereen heel gezellig op elkaar staat. Ten tweede omdat het gewoon gezellig is en veel. Hoe meer geld voor het goede doel. Dus het is heel belangrijk dat u zich nu... Zo. Er wordt één aangevallen hier bij de buurtboten. Het is goed en belangrijk dat u zich laat zien. Het is 3 minuten zwaaien voor het goede doel. Start de muziek. We gaan beginnen met die mevrouw nummertje 1. Peter, kom maar door. Dames en heren, jongens en meisjes, welkom in de mooiste plaats van Gelderland. Welkom in... De eerste plaats, maar ze zijn verslagen door Empe. Ja. Ja. En dus, wat wil Geesteren doen? Nee. Ik heb de meest fanatieke in het team al gevonden, geloof ik, coach. Man, wat, jullie zijn bloedfanatiek, of niet? Ja, fanatiek en enthousiast over de opkomst natuurlijk. En ik ben super enthousiast over het team en alle vrijwilligers. Dus je moet plezier hebben, hè? Nou. Ja, plezier.
niet aan rekenen, maar het is wel gebeurd, hè? Ja. En het leuke is, vanmorgen is hij gaan afzuilen van de toren en dat gaat hij straks weer doen. Ja. Mega stoer. Dat gaan we zien aan het eind. Maar coach Willy, heb je een fijne dag gehad met je team? Ja, dat kan niet. Ja, super. Ja, super, maar, echt. Waard. Ja. Waard, ach, en liefste. Liefde. En een goede kop heb je. Ja, zeker. Oh, man. Hij wil me bijna zoeken. En dan wil ik even naar Kirsten. Wie is Kirsten? Jij bent Kirsten. Hi. Hi. Ja, en we dachten vandaag, wat is dat nou? Er is er nog één. Ja, en nog één. Ja, mag ik even de zusjes van Kirsten zien? Mag ik even de poort open? Waar zijn de... Kijk nou. Ga er eens bij staan, man. Jullie zijn gewoon met z'n drieën. Ja, klopt. Ja, en één eier. Ja. Ja. Nou ja, ik weet niet of je het kunt zien, maar... En wie was er het eerst? Ik. Jij was de eerste. Ja. Dus jij bent de oudste. Ja. Ja, en ben je dan ook, heb je het meest te zeggen? Nee, dat valt wel tegen. Nee? Wie is dat dan? Dirk. Ja. En ben je dan van gisteren? Er zijn 13 buurten hier in Geesteren, allemaal 2 foto's. En wat je ziet in het verhalen is dat ongelooflijk hoe zo'n... Als je kijkt naar de creativiteit van de maakster, jij gaat vertellen wie het wordt. Maar, Linde Dibbelink heeft het. Linde, die heeft het dus echt met... met prachtige textielverf gedaan. Het is een heel mooi shirt. Het is niet helemaal... €40 voor. Ja, en dan wonen hier bijna 1305 mensen. Boven in de toren. En in het publiek zien we kruideniersjassen en beurtbalkjes. Dus Team Geesteren ging aan de slag. Let's go. Eigenlijk. Ja, ja. Dus, als er nog een huurder is, of een koper. Is er iemand die denkt, leuk, ik begin meer, denk ik, of wel? Nee. Het komt ook een beetje door onszelf, hè? Ja. Omdat we gewoon elders onze boodschappen kan halen. Ja, dan gaat het langer meer aan de boodschappen. Ja, ouders zijn er wel, maar die willen absoluut niet aan het woord hadden. Nee. Raakt ze. En ik denk dat jullie er vanavond om 10 uur weer uit moeten takelen, dus. Maar hij speelde de reveille. Wat is de reveille? Ja. Nou, dat is een gebruik. Dat is in 1928 hier ontstaan. Toen heeft dominee de Mos van Spijk, die wist dat we hier... Horen we al, dan zien we in de verte al het vuurwerk, maar Geesteren niet. Dat is toch een heel ander slag volk, hè? Ja. Die kunnen het dan niet houden en dan komt dan meteen de lucht in allemaal. Ja. En weten dat we hier dat spelen, hè? Ja. Doe toch eens kalm daar, zou ik zeggen. Ja. Maar het is wel heel leuk. Het is een mooi gebruik. Het is een heel mooi gebruik. Super dat jullie dat in ere houden. En het was alleen in de oorlogsjaren is het niet gebeurd, maar daarna bijna dit jaar dus voor de 89ste keer. Geweldig.
Ik kan niet anders, dames en heren, dan deze prachtige scène, deze prachtig decor, belonen met 400 euro. Dat betekent dat we inclusief de punten... Maar als je kwaliteit van leren hebt, is het nog veel beter. Ja, ja, zeker. Zullen we... Oh, de foto wordt omhoog gehouden van Luc. Dat kunnen we ook even zien. Wat voor kwaliteit ging er vooruit dan? Ja, alles. Door de medicatie. Ik moest een of ander loononderzoek doen in het AMC. En met elke week kreeg je een nieuwe infuus, een enzymtherapie. En met 3 weken begon hij in 1 keer veel verder te lopen dan hij ooit had gedaan. En veel sneller. Zo. Dus de artsen stonden ook verbaasd. Maar hij was een van de... Hij was geen, Ja, omdat er iemand uitgevallen was, ja. Hebben ze mij ook gevraagd. Nou, hij heeft wel dan geoefend. Ja, ja, want onze fysiciste Linda... Die heeft iemand van jullie zien hangen aan een shovel in een weiland. Toen ze wegreed vanaf Haarlo. En toen waren jullie aan het oefenen. Ja, toen waren we aan het oefenen. En toen kwam eruit dat ik daar langs kon hangen. Ja, en dan sta je met een paar kilo, hè? Ja. Er hangt veel vanaf, hè? Want jullie willen hoog eindigen, toch? Ja, dat willen we. Ik zou zeggen blijven hangen. 1 seconde lukt altijd en daarna zien we wel verder. En iedere seconde is er 1, hè? Ga lekker staan, wij halen de plak weg. Coach, kun je aan deze kant komen? Ja, want dat is handiger. Even aan de kant, jongens. Iedereen die ernaast staat, wordt nat. U bent gewaarschuwd. Ik wil geen boze gezichten. We gaan met z'n allen aftellen. Start de band maar. 3, 2, 1. En daar gaat ie. Ja. Goed gedaan en de burgemeester.
beesten die aan de toren hing, jongens, moet niet gek worden. Lieve mensen, voordat jullie allemaal uiteen gaan, en dat hoop ik niet, ik hoop dat jullie nog even lekker gaan feesten natuurlijk. Maar ik heb nog een verrassing, als jullie op één blijven, is die morgen weer een feest. Al de winnaar hebben van Zomertour 2017. Een team mag achter de meiden staan. Er mogen er twee met een hoed rond of drie. De rest mag bij de meiden staan. En het hele publiek mag natuurlijk lekker meezingen en zwingen. Want dit nummer is speciaal voor jullie geschreven. Is iedereen zover? Ja. Helemaal goed. Mensen van het toneelspel, jullie ook lekker. Jullie zijn in de achtergrond meeswingen. Dan gaan we nog één keer luisteren naar deze toppers hier in Gaar. Jullie zijn in beeld, hè? Dat weet je. Start de muziek. Je bent in beeld, hè? Dat is goed. Maar dan lekker even deze kant op kijken. Graag. Doen jullie allemaal mee, jongens? Goed zo. Even de moeite nemen om die weg te zetten, zodat het helemaal onder elkaar
Dus draagt u nog een schot die uit is gedeeld, eventjes inleveren bij iemand met een oranje shirtje. Die kunnen we hergebruiken. Dank u wel. Dat je er bent. Haar, hè? Gerrit, komen we zo aan. We zijn even de cameramensen aan het instrueren op de juiste plek. Ja, het ziet er fantastisch uit. Alleen we moeten natuurlijk ook zorgen dat we...